Hey, super goed dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het YouTube kanaal van Volle Bak. Het is weer mijn vlogweek, oftewel we gaan weer iets leuks onderzoeken met betrekking tot fashion. En ik sta nu bij de auto, want ik ga de stad in rijden. Ik ga wat vragen stellen aan dames over mannenkleding. Over mannenkleding dus. En misschien heb je bijvoorbeeld wel een vriendin, of heb je een vriendin gehad, of heeft een vriend van jou een vriendin. En dat je dan merkt dat of jouw stijl of die stijl van je vriend heel erg verandert door een beetje de input van een vrouw. Nou, nu gaan we dus even naar de stad toe en dan gaan we gewoon vragen aan vrouwen wat zij belangrijk vinden, wat ze leuk vinden, wat ze misschien wat minder leuk vinden. Ik ga allemaal super knappe dames opzoeken, zodat het leuk is om naar te kijken. En wie weet, heb je er nog wat aan? Ik weet het eigenlijk bijna wel zeker, dus laten we gaan. We gaan nu parkeren. En dat doet die auto zelf. Dat is echt erg. Oh, ik vind het nog steeds eng. Maar we zijn dus in Amsterdam. En we gaan nu op zoek naar dames. En we zijn geparkeerd. Ik heb wat vragen die we gaan stellen aan de dames. En het zijn er niet heel erg veel. Maar ik denk wel dat ik de vragen heb uitgekozen waar jullie echt wat aan gaan hebben. Onder andere, wat vinden vrouwen het leukst? Wat voor item moet je echt in je kast hebben? Al dat soort dingen, weet je wel. Dus ik ga, wat, zoals ik al zei, mooie dames opzoeken. Zodat het leuk is om naar te kijken. Dus dat is missie 1. Let's go. Nou. Mijn telefoon valt vanuit mijn zak. Maar we gaan nu dus op zoek naar de dames. Oké, ik sta hier met, hoe heet jij? Mimi. Hoe heet je? Kim. Janice. Anouk. Sharon. Laura. En ik ga haar wat vragen stellen. Oké, wat voor stijl vind jij het leukst bij een man? Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van wat voor soort jongen het is. Als het echt een net jongen is, die heel hard werkt, vind ik het heel mooi als hij gewoon een mooi hemd aan heeft, een mooie broek, mooie schoenen. Maar ik vind creatieve types ook wel heel erg leuk. Toch wel een stijl die echt goed bij hem past, denk ik. Het maakt me in principe niet zo heel veel uit wat voor stijl je hebt, als het maar bij je past. Dus als het er maar staat en je hebt gewoon goed... Ja, het gewoon afpoelt op straat dan. Dus als je er comfortabel bij voelt, zeg maar. Ik vind een clean stijltje bij een man vind ik heel erg leuk. Een beetje een Scandinavische stijl. Oké. Jij wel een beetje straatachtig. Dus niet heel netjes, gewoon een beetje een grote sweater. En een beetje zo'n, een beetje lossige broek. Oh, top. En dan met leuke sneakers onder of zo. Ik vind het vooral heel leuk als hij echt een eigen stijl heeft. Dus dat je ziet dat hij erover nadenkt en echt een beetje zijn eigen ding doet. Dat je gewoon opgerold pijpje of iets. Of leuke sokken, dat er over nagedacht is. En vooral je eigen stijl echt ownen, dat vind ik vooral leuk. Ik vind het wel leuk als een man een beetje spijkerjasjes draagt. Gewoon lekker vlotte t-shirtjes eronder. Niet heel netjes of ook niet heel druk. Ik vind het gewoon leuk als het lekker jeans, lekker... Beetje casual. Ja. Waar let jij op bij een kledingstijl van een man, als je dat al doet? Nou, ik kijk wel even of het met elkaar matcht. Of de schoenen leuk passen bij de broek en of het allemaal leuk bij elkaar staat. En het moet gewoon niet te druk zijn, dus het moet gewoon lekker clean, maar wel een beetje rustig of zo wel een beetje. Ja, of ze niet vieze vlekken hebben. Of het past. Ook nog, ja. En je hebt heel veel mannen die bijvoorbeeld hele vieze schoenen aan hebben. Dat vind ik wel echt afkomen. Nou ja, zoals ik al zei, of het echt bij hem staat, of het echt zijn karakter is. En ook gewoon of je goede combinaties maakt toch wel met zijn broek en zijn shirt. Oh, dat is wel een beetje belangrijk eigenlijk. Ja, toch wel een beetje belangrijk dat het goed combineert. Dat moet wel bij elkaar passen natuurlijk. Ja, precies. Oké, begrijp ik. Ik vind blouses sowieso niet zo leuk. Ik ben echt meer een beetje casual, meer de hippe dingen. Oh, cool, en ja. Net spijkerbroek, blouse, net schoenen, dat is alleen als het echt nodig is. Maar precies. Ik heb liever dat je gewoon echt je eigen ding doet. Dat het in ieder geval, het moet niet te gematcht zijn, maar ik vind het wel heel erg leuk als het een beetje een casual look is. Wat ik juist niet leuk vind zijn... als het te overstijld is, broekspijpen omhoog en dan de sneakertjes eronder en dan een zwart broekje, wit t-shirtje. Heel erg afgestijld allemaal. Dat is te afgestijld. Mag wel iets casualer. En wat vind je belangrijk bij kleding van een man? Ik vind het belangrijk dat het gestreken is. Oh, ja, die hebben we nog niet gehoord. Een t-shirt aan hebben die gestreken is, dat vind ik wel netjes, ja. Nou, we kunnen er natuurlijk niet altijd allemaal even goed uitzien. Nee, iedere dag. Doen wij ook niet waarschijnlijk. Absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Je hebt nog een goede dag getroffen. maar ik vind het wel heel belangrijk, want het is natuurlijk wel wat je naar buiten wilt dragen en wat je andere mensen van jezelf wil laten zien. Een blik in de ziel van een man,
Dat is het eigenlijk wel, ja. Ja. Als je gaat uit eten in een leuk restaurant, vind ik het ook wel leuk als het echt netjes is. Mm. En ja, pak hoeft niet, maar wel gewoon een mooi overhemdje, truitje, nette schoenen. Dat je er iets meer over nadenkt. Ja, ja, okay, ja, vind ik wel belangrijk. Nou, dat het wel gewoon een beetje je eigen smaak is. Mm-hmm. En dat het niet te veel uit zijn comfortzone. Ja, natuurlijk mag het wel een beetje, maar het is wel leuk dat het bij hem past echt. En niet dat hij een beetje meegaat in de trend of zo. Precies, dus dat hij wel zijn eigen keuzes maakt en het gewoon goed draagt ook. Wel heel belangrijk. Toch wel. Ja. Dus, ja. Dus als hij altijd gewoon dezelfde trui aan heeft in 40 kleuren, altijd hetzelfde, dan... Het is toch jammer. Toch jammer. Ja. Oké. Okay. Hoe belangrijk vind je dat een man wel bewust is van zijn kledingstijl, of vind je dat dan ook niet belangrijk? Het is geen prioriteit. Oké. Okay. Maar je mag wel natuurlijk wel een beetje bewust zijn van je eigen kledingstijl. Dat precies. Dat is wel iets wat een beetje verzorgend is ook. Mm-hmm. Maar niet super belangrijk. Het is geen prioriteit. Ik vind het belangrijk dat hij erover nadenkt. Maar aan de andere kant wil ik niet langer een man hebben die langer in de spiegel staat te kijken dan ik heb. Ja, ook wel. En ik heb ook wel dat ik dan mijn vriend wel help daarmee als hij dat niet is. Mm. Hij is het wel hoor, maar soms dan kan hij wel een tipje gebruiken. Dus jij hebt wel het gevoel, of daarop inspelen, dat jouw vriend wel veel aan jouw adviezen heeft? Eigenlijk, van een vrouw. Hij luistert er niet altijd naar, maar... Is ook niet erg trouwens. Nee, maar ik vind het wel leuk als ik tips geef. Nou, hoe belangrijk vind je dat een man dus bewust is van zijn kleding? Want ik denk eigenlijk wel veel dan. Ja, ja. Dat is wel een belangrijk puntje. Oké. Okay. En welk kledingstuk zou een man sowieso moeten hebben? Sowieso een goede spijkerjack, denk ik. Oké. Ja, dat is echt altijd de derde die we horen. Dus dat is een goede. Ja, dus... dat vind ik gewoon heel tof. En dan kun je altijd een hoodie eronder. Precies. Gewoon een t-shirt. Het ligt een beetje aan het weer natuurlijk. Maar dat is sowieso... Een goede basic gewoon om echt te hebben. Ik denk een mooi hemd. Gewoon een goed overhemd. Ja, gewoon een goed overhemd. Wat mooi zit. Mooi op de schouders. Beetje kwalitatief. Ja, ja, precies. Sowieso een pak. Een pak? Ja, elke jongen moet elke man moet een pak hebben. Oké, en alleen voor netjes? Of zou je dat ook casual willen zien? Precies, want dat vind ik ook wel heel erg leuk. Ja. Shirtje eronder, sneakers eronder. Ja, precies. Ja, top. Het zwarte t-shirt of in ieder geval de perfect tee, zeg maar. Voor de perfect basic tee. Ja, ja, een basic tee, dat vind ik mooi. Oké. Ja. Ik denk wel een grote oversized sweater of zo. En gewoon een basis sweater. Ja, een spijkerjasje. Oké, nou, die hadden we net ook nog gehoord. Top, goeie. En hoe belangrijk zijn de schoenen bij een man? Ja, wel belangrijk. Wel. Ja, ik vind een leuke sneaker wel... Het is een goede sneaker. Ja. Moet je eigenlijk wel in investeren als man zijn. Ja, heel belangrijk. Ook. Ja. En dat ze veel schoenen hebben of dat ze netjes zijn of... Het hoeft niet per se veel, maar als je gewoon echt een paar toffe sneakers hebt en daar gewoon je outfits mee matcht. Ik weet dat mannen sneakers vaak wel heel leuk vinden ook. Precies, ja. Maar ik ben niet zo van de nette schoenen. Nee, niet. Als je echt in pak moet of zo, ja, dan moet het natuurlijk helemaal passen. Maar ik ben meer van de sneakers en of een Chelsea boot of gewoon dat het echt tof en hip is. Ja, wel belangrijk. Vooral toch wel. Ook wel omdat mannen vaak wel een schoenenfetish hebben. Ja, een beetje verslaving of ja, zo, hè? Inderdaad. Ja, dus als dat dan al niet lukt, dan... Dus redelijk belangrijk wel belangrijk. Eigenlijk. Ja, zeker. Hoe belangrijk vind jij schoenen bij een outfit van een man? Heel belangrijk. Ja? Ja, schoenen vind ik echt heel belangrijk. Kijk je er ook als eerste naar? Ja, meestal wel. Schoenen vind ik in het algemeen heel erg belangrijk, maar bij een... Ja, dat geeft toch wel altijd vaak aan of het netjes is. Dus geen afgetrapte All-Stars, alsjeblieft. Opletten, oké. Ja. En wat vind je van accessoires bij een man? Dus een tas, ringen, sjaal? Niet zo heel belangrijk. Niet zo. En ook niet, dat vind je leuk of vind je dat niet zo leuk? Of... Ja, ik let er niet zo op. Oké. Ik vind ringen helemaal niks. Oké. Echt helemaal niks. Een muts vind ik wel schattig staan. Oké. Sjaal ook wel, maar een tas, ja, dat vind ik toch weer meer voor vrouwen. Oké. Ja. Nou, kan. Ja, kan ik heel tof vinden. Het moet wel bij je stijl passen. Mm-hmm. Dus niet alsof je maar doet wat de mode zegt, zeg maar. En het past eigenlijk niet bij wie je bent. Maar ik vind het eigenlijk wel leuk als een armbandje of een ring inderdaad. Of een zegelring of dat soort dingen vind ik heel leuk. En een toffe rugzak is ook altijd goed. Ik vind dat het niet per se hoeft. Oké. Ik vind een horloge wel mooi bij een man. Mm-hmm. Maar en ringen vind ik op zich... Sieraden vind ik wel mooi bij een man eigenlijk. Ketting vind ik ook wel mooi. Maar sjaals, tassen... Niet echt? Nee. Oké. Ja, vind ik mooi. Ja, dat vind ik... Een man kan best accessoires hebben. Een mooie riem vind ik wel belangrijk. Gewoon een nette riem. En, precies. Ja, een sjaal. Dat vind ik ook... Ja, zijn ook mooie accessoires, ja. Oké, top. En wat vind je wel echt een afknapper? Dus wat kunnen mannen eigenlijk beter laten? Ja, persoonlijk vind ik die hele losse, hoe noem je die, hemd? Die hemdjes? Oh, ja. Vind ik persoonlijk echt heel lelijk. Zo van die singlet van die hele losse oversized singlet, ja. Dat je gewoon die tepel nog soms ziet, ja, zeg maar. Ja, dat vind ik echt heel lelijk. Okay. Ik denk toch zo'n schoudertas. Oh ja. Een schoudertas met een flap. Oh ja, ja. Ja, die. Oeh. Dat zou ik heel erg vinden. Sokken in slippers. Oké.
Dat kan echt niet. Nee, dat kan maar echt niet. Day-to-day outfit. Dus stel, een man zie je nu hier lopen. Wat voor dingen zie je wel eens met een man dat je echt denkt van oeh. Ja, gewoon niet van die grote merken en zo. Dat vind je een beetje too much. Ja, dus het moet gewoon... Het hoeft niet merken te zijn en je hoeft het ook niet te zien. De kleine kleding. Ik zag toevallig net een jongen lopen die had zo'n strakke skinny jeans aan dat het wel een legging leek. En hij kon bijna niet normaal lopen. Oh nee. Dat vind ik gewoon echt not done. Wat qua maat niet goed zit, dat is wel moet echt knapper. Moet je dan ook niet dragen? Ja. Ja, felle kleuren of zo. Oké. Okay. Dus ben je gewoon basis echt... Ja. Dus bijvoorbeeld neon trend die er nu is, die vind je niet aan mannen besteed? Nee. Oké, okay, top. En heb je toevallig ook nog tips voor de mannen? Weet je, een basic tee is leuk. Maar ook als je investeren in een goede jeans. Want als je een goede jeans hebt en je hebt daarboven heb je bijvoorbeeld een mooie basic tee. Dat kan een Philippe K zijn. Of dat kan een leuke van de H&M zijn. Dan is je hele outfit al klaar. Nou ja, let er gewoon op dat je outfit gewoon bij je karakter past. En je hele kledingstijl. Dat het gewoon echt jou uitstraalt. En niet iets wat je wilt zijn, maar wat je eigenlijk niet bent. Ja, ik vind nogmaals gewoon echt je eigen ding doen. En daar gewoon voor gaan. Je moet gewoon zelfverzekerheid uitstralen. En... als je dat doet, als jij het leuk vindt en jij voelt je er goed in, dan straal je dat ook uit. Oké. Okay. Ik zou heel erg goed naar het kledingadvies van deze dame luisteren, want zij ziet er fantastisch uit. Dankjewel. Een hemd kopen. Hetzelfde aan. Een hemd kopen, een mooi hemd kopen. Mm-hmm. En je schoudertas met flap de deur uitzetten. Ja, draag gewoon lekker wat je wil. Chico, Nick. Wees lekker jezelf. Ze kijkt blijkbaar het YouTube-kanaal. Ja, nee, ik zou gewoon zeggen, draag lekker wat je wil, maar doe het niet too much. En doe niet gek met slippers en sokken. Nou, top. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Oké, inmiddels ben ik weer terug van de stad en we hebben dus een aantal dames geïnterviewd en ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Ik weet het eigenlijk al bijna wel zeker, maar we gaan een paar tips nog even iets meer uitlichten. Wat dus wel heel belangrijk is, wat we nu iedere keer merken, dat zijn namelijk de basics. Dus wat je echt gewoon goed moet hebben, zijn goede sneakers. Goede schoenen eigenlijk, goede basic schoenen, die niet afgetrapte all-stars dus blijkbaar. En gewoon nette, goede jeans. Een t-shirt eigenlijk gewoon, een mooie basic t-shirt. En wat we nu veel gehoord hebben is een spijkerjack. In de beschrijving ga je een paar linkjes vinden van onder andere spijkerjacks. Die heb ik heel even in de beschrijving gezet, want we hebben dat wel gehoord. Dat is een goede tip. En mijn eigen vriend heeft niet eens een spijkerjack. Dus we gaan gewoon eventjes op zoek naar een nieuw spijkerjack. En we hebben ook wel gehoord over goede basic jeans. Ook wel links in de beschrijving. Goede sneakers. Ik zal een paar linkjes in de beschrijving plaatsen. Nou, ik heb ook nog andere video's opgenomen voor het YouTube kanaal van Volle Bak. Onder andere dat we gingen vintage shoppen. En daar heel veel heb ook tips over meegegeven. We zijn de kleding van Paspop gaan aandoen. Ik heb aangegeven waar je inspiratie nog vandaan kan halen. Ik heb ze nu natuurlijk heel chill in de beschrijving gezet. Maar mocht je willen weten waar ik inspiratie vandaan haal, kijk die video dan ook eventjes. Ik heb het over mannelijke verzorging gehad. Oftewel, heel veel redenen om de andere video's te kijken of in ieder geval te abonneren op het YouTube kanaal. Vergeet niet om te abonneren, want dan mis je geen één video. We hebben ook allemaal video's over tech en over eten en over super vette challenges. Vergeet ook niet te volgen op Instagram en dan zien we je daar. Doeg!